Vanaf seizoen 2016-2017 zal voetbalclub Achilles 29 uit Groesbeek met een elftal deelnemen aan de Eredivisie voor vrouwen. Afgelopen vrijdag werd het team voorgesteld. Ik denk dat het voor de gemeente Bergendal best wel een unieke gelegenheid is om ons nog wat meer als voetbaldorp op de kaart te zetten. We waren natuurlijk van oudsher al een mannenvoetbaldorp. En je ziet dat hier in de regio het damesvoetbal, het meisjesvoetbal een enorme lift gekregen heeft. En ja, dat Achilles nu een eredivisie ploeg bij elkaar heeft gekregen en aankomend seizoen daarmee in de eredivisie gaat spelen. Ja, is voor Bergendal natuurlijk een unieke kans om ons op de kaart te zetten. Ik vond het in eerste instantie eigenlijk een hele mooie kans. En ook wel heel mooi dat ze mij daarvoor gevraagd hadden. Dus ik heb eigenlijk mijn leven lang bij de Boezek gespeeld. Ik ben daar in de jeugd begonnen bij de jongetjes, doorgestroomd naar de dames. En ik vond het nu wel tijd voor een nieuwe stap. En ik wil graag kijken waar mijn niveau eigenlijk ligt. En ik denk dat dit hier een hele mooie kans voor is. Ik weet natuurlijk niet allemaal van de spelers waar ze allemaal vandaan komen, dat soort dingen. Maar ik heb wel door dat het inderdaad een groep is die wel graag allemaal wil. En ik denk dat we moeten gaan trainen met z'n allen, kijken hoe het draait. En wie weet zit er wel iets moois in. En zoals Judith ook al uitsprak, dat ze graag rond de vierde plek wil eindigen. Misschien gaat het lukken, misschien net wat hoger, vijfde, zesde. Zou ik ook al heel mooi vinden. Dus we gaan het zien. Eerst maar eens gaan trainen, denk ik. Dat is het belangrijkste. Ik vind het een hele mooie stap. Ik vind het ook heel mooi dat ik die kans krijg. En voor mezelf is het alleen maar om aan mezelf te laten zien waar mijn niveau nou ligt. En ik ga er heel hard aan werken en er heel veel voor doen. En dan zien we het vanzelf. Met name vanuit Elrie Bakker, die is daar eigenlijk al 2 jaar geleden echt mee begonnen. Enerzijds omdat Achilles echt een club is met ambitie en vindt dat ze voor alle mannen, vrouwen, jongens, meiden het hoogst haalbare moeten kunnen bieden. Anderzijds omdat ze echt geloven in het vrouwenvoetbal en daar ook echt in willen gaan investeren. Om juist in deze regio, waar dus verder in heel Gelderland en in heel Limburg geen enkele eredivisie vrouwenvoetbalclub is. Dat ze dat podium ook voor die meiden willen bieden en zij ook echt in het vrouwenvoetbal geloven. Het is begonnen 8 jaar geleden toen ik zat, zaten we met 6 teams. Nu 8 jaar verder zijn we met 8 teams. Er zijn wel heel veel jonge meiden nu bij de clubs in de eredivisie. Maar het is zeker een sterkere competitie geworden dan het al was. We moeten er wel voor waken dat het niet te jong wordt. En dat we de meiden natuurlijk ook beschermen. Alleen dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Ik heb een heel goed gesprek gehad hier met Judith, de trainer, en met Elrie. En dat heeft me eigenlijk over de streep getrokken om uiteindelijk die keuze te maken om naar Gilles te komen. Ik hoop natuurlijk dat gewoon al die meiden heel veel plezier hebben. En dat we samen gewoon een goed team worden. En dat we alles voor elkaar over hebben. En dat we daardoor gewoon goed gaan presteren in de Eredivisie. En voor mij persoonlijk heb ik natuurlijk ook altijd een doel. En dat is voor mij ook heel erg belangrijk. En ik weet zeker dat ik dat met dit team gewoon kan gaan halen. En zolang die meiden allemaal gewoon hun best doen, dan gaat dat helemaal goed komen. Voor mij is gewoon belangrijk dat ik 100% fit word. En dat ik gewoon wekelijks wedstrijden speel op het hoogste niveau. En daarna over een jaar naar het EK ga. En daar wil ik alles voor doen. Ik vind dat je de doelstelling bepaal je samen. Het is de eerste keer dat we überhaupt bij elkaar zijn. Dus ik ben erg benieuwd als we dadelijk bij elkaar zitten. Hoe zij daar tegenaan kijken. Aan de andere kant vind ik dat je een doel neer moet leggen wat haalbaar is. Maar wat wel moeilijk haalbaar is. En dat is voor ons dat we gewoon vinden dat we het eerste jaar in de middenmoot mee moeten draaien. Dus rondom plaats 4. Ja, want wat zijn jouw ambities? Ja, voor mij is het gewoon belangrijk om mijn baas te